Een goede programmeertool moet eigenlijk alles bevatten om het leren programmeren leuk te maken. De meeste tools die we hebben behandeld in deze serie bevatten dit ook, maar vaak wordt het op den duur een beetje eentonig en mist het wat meer variatie. Er is echter één wereldberoemde tool die juist heel gevarieerd is en het dus voor ieder wat wils is. Laten we wat beter gaan kijken naar code.org. De boodschap van deze tool is eigenlijk dat iedere leerling in elke school de kans moet krijgen om informatica te leren, en dan met name programmeerskills. Hiervoor hebben de ontwikkelaars onder leiding van Hadi Partovi een website opgezet, code.org. Je vindt hier heel veel verschillende cursussen voor bijna elk type kind. Het begint bijvoorbeeld bij cursus 1, die geschikt is voor kinderen die net of nog niet kunnen lezen. Het niveau ligt hier dus nog erg laag. Cursus 2 is weer voor wat oudere leerlingen, die al wel goed kunnen lezen. Het niveau ligt hier dus wat hoger. Er is dus voor elke leerling wat te vinden om aan te kunnen werken. Verder is deze website bekend van de Hour of Code. Dit is een 1 uur durende introductie tot informatica. Dit is erg succesvol en wereldwijd zijn er ruim 154.000 Hour of Code activiteiten. In Nederland zijn er 165 en is de Hour of Code, mede bekend door Codeuur, van Stichting FutureNL. Dit wordt dus door heel veel mensen leuk gevonden en raad ik het ook elke school aan om een Hour of Code te organiseren. Deze website bevat natuurlijk veel tools waarbij je moet slepen met blokken om te zorgen voor interactie, maar er zijn ook een aantal tools waarbij je echt moet kijken naar geschreven code. Zoals ik al zei, deze tool is erg gevarieerd. Er is bijvoorbeeld een bepaalde activiteit waarbij je moet kijken naar JavaScript code en dan met name naar berekeningen waarbij variabelen voorkomen. Ook kun je een digitale ansichtkaart maken met HTML en CSS, kan je een virtuele robot programmeren met RoboMind en ga zo maar door. Naast eigen activiteiten worden er op code.org ook bekende tools aanbevolen, waaronder Code Combat en Bombobot, die we deze serie al een keer hebben bekeken. Maar wat deze website echt bekend maakt is de samenwerking met bekende bedrijven zoals Microsoft en Disney. Je vindt veel activiteiten terug waarbij je moet werken met karakters uit Disney films als Big Hero 6, Frozen en Moana, maar de bekendste activiteit is misschien wel die van Minecraft. De website en de ontwikkelaars van het spel hebben samengewerkt aan een bepaalde cursus waarbij je een Minecraft karakter, Steve of Alex, moet laten bewegen om een bepaald doel te bereiken. Hierbij heb je ook enige vrijheid. Dit deel van de website heeft drie verschillende modussen, namelijk de avonturier, ontwerpers of Heroes Journey modus. De namen van de tools spreken voor zich, en we kunnen hieruit concluderen dat je naast modussen met een bepaald doel een modus hebt waar je eigen levels kunt ontwerpen. Zoals eerder in deze video gezegd, heb je dus enige vrijheid. Laten we kijken naar het eerste level in de avonturier modus. Voorafgaand aan het eerste level wordt een introductievideo laten zien waarin door een expert wordt verteld wat je in het level moet doen en welke stukken code je daarvoor moet gebruiken. In deze video is de expert niemand minder dan Jens Bergensten, de hoofddevelopment van het Minecraft-team. In deze video stelt hij zich voor en laat hij zien dat we met Blockly moeten werken. Dit is een programmeertaal waarbij je, net als bij Scratch, blokjes moet slepen en aan elkaar moet verbinden om een programma te maken. Hij vertelt ook dat je hiermee eigenlijk JavaScript-code schrijft. Vervolgens moeten we zelf aan de slag. Eerst moeten we nog een karakter kiezen. Ik kies voor nu even Steve. Nu zien we dat het doel van de level is om Steve het schaap te laten bereiken en dat we dit kunnen doen door nog een beweegvooruitblok te plaatsen. Nu hebben we het level voltooid en kunnen we ook kijken hoe de JavaScript code van deze blokjes eruit ziet. Dit was wel een heel kort level, dus laten we de tweede ook nog even doen. In dit level is het de bedoeling dat we de boom moeten bereiken en omhakken. Dit moeten we doen door twee beweegvooruitblokken te plaatsen, want Steve staat twee blokken van de boom vandaan. Tot slot moeten we nog het nieuwe vernietigblok gebruiken, waarna we het tweede level kunnen voltooien. We kunnen concluderen dat code.org een goede website is om de beginselen van computer science te leren, aangezien er voor alle doelgroepen wel wat te doen is. Ook worden er bekende personages gebruikt die zowel leuk zijn voor meisjes als jongens, en de site dus ook veel mensen kan bereiken.
Verder blijft het niet bij code schrijven om een bepaald personage te laten bewegen, maar kun je ook door middel van code je eigen kleine programma schrijven. Al met al is code.org een website die zeker aan te raden is voor mensen die de beginselen van computer science willen leren. Bedankt voor het kijken naar deze video op Udacademy en graag tot de volgende keer.